Ja, en wij praten over het project Leri Nasabi. En we hebben de voorzitter van Stichting Nooit Alleen in de studio. En zij heet Claudia Kastelen. Mevrouw Kastelen, goedemorgen en welkom in Maman Tintaki. Goedemorgen, meneer Cedric. Dank u wel. Ja, als we praten over dat project Leri Nasabi, ja. Waaraan moeten we denken? Project Leri Nasabi, als u daarover hoort, moet u denken, als je kennis hebt en je houdt het voor jezelf, dan is het ook goed, hè? Mm. Want je hebt kennis. Maar het komt veel beter tot uiting als je kennis hebt en dat je dat gaat delen met anderen. En vooral met deze jongeren, die zeker voor de toekomst, die zijn de jeugd van vandaag, maar wel de toekomst van morgen. Mm. En deze kinderen zijn kinderen van een kindertehuis, Hoop voor Kinderen. Sommige kinderen zijn weeskinderen en daarvan zijn er ook nog kinderen die een extra bagage hebben. Nou, hoe mooi is dat dan niet als we met z'n allen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van deze kinderen. Ja, u ziet het over kennisoverdracht. Ja. En wat worden de jongeren aangeleerd? Nou, één, gaat er een mevrouw zijn die een verhaal met ze gaat hebben over het geloof, het christelijke geloof. Want als mens is het heel belangrijk om te geloven. Mm-hmm. En niet alleen geloven, maar ook vertrouwen, mm-hmm, op de Heer. Mm-hmm. En daarnaast komen er ook jonge vooraanstaande Surinamers hun beroep met deze kinderen. Ze komen daarover vertellen. En dan gaat het over Meredith Yuruya, die onze jonge designer is. Mm-hmm. De tweede is Stefania, die is als vrouwelijke arbiter. Die gaat, mm-hmm, ook daarover vertellen. En Kelvin Koniki, voorzitter jeugdparlement, ja, die gaat ook een motivational speech doen voor deze kinderen. Waarom? Om ze vaak genoeg, als je niet, geen informatie hebt over iets, kan je het niet weten. Daarom leri na sabi. Mm. Ifi leri yo sabi. Mm. Maar ifi no sabi. Fa. Mm. En dan leri mleri. Ja. Dus vandaar. Ja. En 14 december hebben jullie een activiteit? Ja, 14 december. Wij vinden het belangrijk als mens dat we ook aan deze kinderen meegeven persoonlijke verzorging. Niet dat ze dat niet hebben, echt niet. Dat hebben ze, maar wij komen dat alleen maar als extra steuntje doen die dag. Daar zijn er kappers die pro deo hun bijdrage komen leveren. De jongens hun haar worden geschoren en de meisjes worden mooi gevlochten. Dus dan een mooie ding, de wakkie 15, voen je maar die. En dus ja. 14 heeft toen een activiteit en 15, ja, vindt een andere activiteit plaats. Ja, is dus dat 14 zo? Is een beautydag. Ja. Op hetzelfde, hè, bij kindertehuis, Hoop voor Kinderen. Mm-hmm. Op de 14e is er dan een beautydag, hun haar wordt geschoren en de meisjes hun haar worden gevlochten. Nou, dan zitten ze rustig te wachten op de 15e. En op de 15e, ja, starten we met een ontbijt. 8 uur in de ochtend gaan ze lekker ontbijten. Wordt allemaal verzorgd door vrijwilligers. En daarna hebben we zo'n hele dag een programma. Gaan we dan van start met een verhaal. Okay. En daarna wordt er ook nog een zaadje geplant. Mm-hmm. Want in het leven is alles wat je doet, geef je het extra aandacht, ja, gaat het groeien. Alles wat je doet is rekening houden. Je doet iets voor vandaag. Mm-hmm. Maar je houdt er niet alleen vandaag, dat het niet alleen vandaag te maken zal hebben. Maar het is ook, hoe ga je ermee om? Ja. Geven ze het aandacht, liefde, gaat het groeien en dan gaat het vruchten dragen. Mm-hmm. Nou, en dan gaan zij de vruchten van oosten. Dus ze gaan tomatenplantjes zaaien, soepgroenten en celery. En misschien nog wel andere planten die er zullen zijn. Want ook dat is belangrijk, gezonde voeding. Dat geven we dan ook mee op die dag. Ja. Jullie zijn bezig, uw stichting is bezig met de kinderen van Stichting Hoopude. Hoop voor Kinderen, Kindertehuis Hoop voor Kinderen. Ja, Kindertehuis Hoop voor Kinderen. Waarom hebben jullie gekozen voor zo'n tehuis? En waarom niet voor anderen? Ik moet zeggen, Stichting Nooit Alleen zet zich in voor de strijd tegen kanker. Oké. Okay. Maar elk jaar kiezen wij een extra project. En ook wel zeggen wij, je hoeft niet te wachten totdat iemand ziek wordt om degene in het zonnetje te zetten. Ja. Decembermaand, een feestmaand. Mm-hmm. Nou, en natuurlijk zou je zoveel mogelijk willen doen. Maar het leven is keuzes maken. Ja. En uiteindelijk hebben wij dan een keuze moeten maken en is de keuze dan gevallen op
hoop voor kinderen. Dus je voelt bij morgen money, toch bij de morgen. Maar je moet ergens beginnen. En vandaar dat we nu gezegd hebben van hoop voor kinderen. Ja. En het zal een jaarlijks terugkerend project worden. Dus, met hetzelfde kinderthuis of met andere? Met een andere, andere. En natuurlijk stemmen wij onze projecten af aan de hand van een doelgroep die wij hebben. Want elke doelgroep heeft een andere aanpak nodig. Ja. U had zo even gezegd dat uw stichting eigenlijk voornamelijk bezig is met mensen die kanker hebben. Ja. En hoe loopt het met dat project? Nou, dat gaat goed. Wij ondersteunen kankerpatiënten. En we beginnen bij de basis. We vinden het ook belangrijk om bij de preventie te beginnen. Om heel veel voorlichting te geven over wat is kanker en wat zijn de mogelijke symptomen. En dat mensen ook mogen weten van durf erover te praten. Anoa strafu. Dat mensen ervan bewust worden dat kanker iedereen kan overkomen. Denk niet van het overkomt mij niet. Tide adena trasmadoro matamara akandena yudoro. En dat wij ook belangrijk vinden dat vooral om elkaar vooral lief te hebben. Mm-hmm. Want liefde doet heel veel. Liefde heelt en liefde geneest. Ja. Hoor ik u zeggen dat mensen die kanker hebben niet genoeg liefde krijgen? Hoor ik u dat zeggen? Nee, dat heeft helemaal niks mee te maken. Mm-hmm. Maar wat wij wel wat wij vaak tegenkomen, is dat wanneer mensen getroffen zijn door kanker, dat mensen, één, kan zijn dat ze het zelf niet zeggen. Twee, mensen wegblijven. En waardoor blijven ze weg? Is dat ze zelf niet met de situatie weten te dealen. Want het is een verschrikkelijke ziekte. Degene, dan moet je ook wel. Je ziet degene bijna echt strijden en vechten. Ja. U geeft aan, de persoon die kanker heeft, gaat weg. Wat bedoelt u precies daarmee? Nee, ik zei. Ze blijven weg. We zien dat wanneer mensen kanker hebben, dat er mensen uit hun naaste omgeving wegblijven. En dat heeft ook wel een reden. Mm-hmm. Vandaar dat ik zei, het kan, want degene die is een strijd aan het voeren. Mm-hmm. En er zijn naaste familieleden of kennissen, die kunnen dat niet aanzien. Mm-hmm. Terwijl, hoe graag het voor de patiënt ook fijn is als je bijkomt en dat je een ondersteuning blijft geven, een liefde, een arm eromheen. Dat zijn echt dingen die wij treffen. Of dat mensen het ook niet willen zeggen. We hebben ook wel meegemaakt waar iemand kanker had en iedereen was aan het uitvitten op die man. Mm-hmm. Dus je ziet dat er nog ontzettend veel voorlichting nodig is van het is een ziekte die ieder mens kan overkomen. Mm-hmm. Het maakt niet uit. Groot, klein. Het kijkt ook niet naar religie. Het kijkt niet naar rijkdom. Arm, rijk. Ja, het overkomt door alle lagen heen. Iedereen overkomen. Ja. Ja. Oké, maar 14 hebben wij een geweldig programma met de jongeren. En 15 hebben we ook zo'n programma met de jongeren, zei u toch? Ja, en wat ik ook zo mooi vind aan dit project is dat er een oproep geplaatst is op Facebook van dit en dit willen we gaan doen. Hè. De jeugd van vandaag is de toekomst van morgen. We hadden nog geen kinderthuis uitgekozen. Maar wie is er allemaal bereid om zijn bijdrage te leveren? Nou, het is hartstikke mooi om te zien hè, dat Unulix Ranamang. En want vaak zeggen ze toch, Unee doen nooit, we doen het zo negatief zijn. Nee, het mag ook gezegd worden dat we Krakaus Rift bakken. Ja. En dat er mensen zijn die zeer positieve dingen ook doen via Facebook. Mm-hmm. Dus dat wilde ik ook wel even bijzeggen. Ja. Nee, we hebben dat gehoord, mevrouw Kastelen. Ja. En wij wensen u heel veel succes toe. Vooral op 14 en 15 december. We blijven u volgen. Dank u wel, meneer Cedric. Ja. We hebben gesproken met mevrouw Claudia Kastelen. En ze heeft een beetje verteld over de twee programma's die zullen plaatsvinden op 14 en 15 december.